En dat mensen die dat zeggen, dat zijn de mensen die in, als je in de kroeg zegt, goh, heb je dat gehoord over rivierspecies, die zeggen dan, ja, ik ga het wel googlen. Dus het is, ja, de kracht van het programma is herkend door Marjolein en Jan, Jan Slachter. En ik ben heel blij dat ik het vertrouwen krijg om het samen met Guido te maken. Guido ga ik kwijtraken, want dat wordt, wordt nieuwe Jeroen van Winkel, zeg ik altijd. Dus die gaat binnenkort vandoor bij Q Music te shinen, dus hou die in de gaten. Ja, volgend jaar hier. Nee. En ik moet echt even Jan Steeman bedanken, want die heeft mij ooit bij de AVRO op de radio gegooid toen ik zelf dacht dat ik dat helemaal niet kon. Dakloos moeten gemaakt worden. En toen volgde de rest eigenlijk een enorm gevecht, zoals veel makers die weten, om dat voor elkaar te krijgen. En toen het einde voor elkaar was, en dat was uiteindelijk Erland Galjaard van RTL 4, die zei van tegen deze een beetje op drift geraakte presentator: weet je wat, kom je maar terug bij het Nest, waar ik toen ooit in 1998 begonnen was, en maak je maar. Anders een andere hulp TV, omdat de deelnemers mogen niet zoeken. Dat draagt bij aan de authenticiteit. Ja, dat is al wel gek om dat te zeggen, zo'n gigantisch risico te nemen. Met zo'n beetje inderdaad een doodgeslagen presentator, met zo'n format, met zoveel risico's, waar al die hulptelevisie natuurlijk verketterd werd, dat gebeurde pas later. Maar toen kwam het hele team erbij, van Sine Schaap, en ik kan een heleboel noemen, mijn compagnons, Casper, Wim en Niek, en de editor, Martijn. En dan maak je een soort familie, en dan maak je zo'n programma als dit, waarin we op een gegeven moment niet meer aan het presenteren en maken waren, maar waren ook een soort hulpverleners geworden. We waren een soort symbiose geworden van al die dingen. En het kon niet anders, we konden niet meer terug, omdat het een soort familie was geworden. Maar ik ga niet te lang maken, ik kan er uren over praten, omdat het zo